podcast. Ja! Oh, die ging snel, Guus. Zo. Oh! Appel! Een levende fruitmachine door docenten van het Ubbo MIS. Dat is nog eens een echt voorbeeld van verantwoord gokken. Dit interessante schouwspel was onderdeel van het UB-festival. Een feest voor en door leerlingen van het Ubbo om zo in contact te komen met de bewoners in hun parkwijk. Ik denk dat je het hiermee vooral versterkt en verbetert. En dat je elkaar ook leert kennen. Want hoe goed ken je elkaar? Hè? Je gaat altijd door de wijk. En als ik naar het werk toe ga, dan rijd ik hierheen. Leerlingen natuurlijk net zo de fiets hierheen. Maar wie ken je? Wat ken je? Weet je wat er in de wijk gebeurt? Nee, volgens mij niet. Dus volgens mij is dan dit heel belangrijk. Dat je op die manier verhalen van elkaar kent en elkaar beter leert kennen. En wat is nu een betere manier om elkaar te leren kennen dan met elkaar in gesprek te gaan? De leerlingen hielden daarom interviews met de parkwijkers over vroeger en nu. Wij hadden mensen geïnterviewd, hadden allemaal vragen van bedacht, bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog of over deze school van vroeger. Die verhalen hebben wij dus uitgeprint en kunstenaars hebben daar dus mooie activiteiten mee gedaan. En zoals je dat hier ook allemaal ziet en dat... daarvoor hebben we het eigenlijk gedaan. Ja, dat is best mooi, want dit bestond al 100 jaar geleden. Je hebt veel over de oorlog ook gehoord. En ook sommige mensen hebben dat meegemaakt. Ja, dat is best mooi om te horen. Oh.